Dit is Karel. Karel zocht een manier van beleggen en ontdekte binaire opties. Dit is een eenvoudige vorm van beleggen waarbij slechts één ding telt. Gaat een koers omhoog of gaat een koers omlaag binnen een vastgestelde periode? Een voorbeeld. Karel volgt de prijs van Apple-aandelen al een tijdje. Apple kondigt aan met een nieuw product te komen en Karel verwacht daarom dat de prijs van Apple-aandelen zal stijgen voor het einde van de week. Karel koopt voor 100 euro binaire opties Apple. Aan het einde van de week blijkt Karels voorspelling uitgekomen en ontvangt hij 172 euro. Dit is zijn inleg plus het rendement wat hij met de optie heeft gerealiseerd. De hoogte van het rendement is afhankelijk van een aantal factoren en is vooraf bekend. Is de termijn van een binaire optie verstreken, dan zijn er slechts twee mogelijke uitkomsten. De waarde van de onderliggende koers is gestegen of gedaald binnen de vastgestelde termijn. Als de voorspelling van Karel niet was uitgekomen, was zijn inleg verloren gegaan. Het strategisch handelen in binaire opties kan een spannende en winstgevende vorm van beleggen zijn.